Ik zeg yo, 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 cowboys en cowgirls. Welkom terug bij Daddy Q. Yeah, welkom terug bij jullie duplicatie cowboy gast. Als ik boven op de berg sta, kijk ik effies naar beneden. Dan zie ik daar een dooie elk en ik neem ze jasje mee. Yo gasten, welkom terug bij Daddy. We gaan dupliceren. Dit keer neem ik even een pelthuid mee van een elk. Hij was niet eens perfect, hij was goed. Maar goed genoeg voor deze video, dat zullen we maar zeggen. Hey, wat hebben we nodig? Is dit een solo glitch? Is dit niet een solo glitch? Nou, eigenlijk is het niet een solo glitch. Maar je gebruikt mensen die niet weten dat je ze gebruikt. PlayStation 4 kan communities gebruiken. En op de Xbox zou je het inderdaad met mensen moeten doen in jouw vriendenlijst. Mensen die aan het spelen zijn. Nou, en ik ben een community gejoind. De Red Dead Redemption 2 community. En ik zit bij deze gast in de sessie. Don Butt. Don Butt Manager. Daarbij zit ik in de sessie. Daar kan ik. En ik heb gezien dat. Even kijken. Die andere Lamuffin of zo. Die doet het wel. Kijk, ik zal het eens even laten zien. Ik zit op dit moment in de sessie. Bij Don Butt. Nou, dat heb ik dus geconstateerd. Ik weet dat die er net boven zit. Die Galaxy. Die werkt niet. Kijk, daar krijg ik geen connectie toe. En die eronder zat, ook niet trouwens. Even kijken, die Big Prey of zo, die doet het ook niet. Maar goed, je moet dus iemand joinen die het wel doet. Bij een sessie waar je wel bij kan. En je moet iemand in een sessie joinen waar je bij in zit. Dus ik heb nu eens iemand in de sessie gejoind. Daarbij zit ik in. En nu neem ik mijn dier of pelt. In dit geval neem ik een pelt mee. Maar het mag ook dus een panter zijn. Of weet ik wel, cougar of whatever. Whatever jij wil dupliceren, kan je meenemen de stal in. Oké, we gaan in de stal. En als we bij de stalmanager aankomen, dan dubbelklikken we op de PlayStation knop. Gaan we terug naar de communities. En dan joinen we iemand in een andere sessie. Maar op het moment dat ik join, join ik gelijk weer terug naar degene bij wie ik zit. Dus ik krijg hem even een beeld. Snel terug joinen naar degene bij wie je in de sessie zit. Oh, hey. Oh, nou, die doet het ook al niet meer. Andere patiënt. Deze deed niet. Nou, dan gaan we die deed ook niet. Even kijken. Nee, kijk, die doet het ook niet. Oh, lastig, jongens. Je moet even iemand vinden bij een sessie die je kan joinen. Eens even kijken. Nee, die zit er niet. Deze dan maar. Als ik nu een beeld krijg dat ik een flits krijg. Ja, dan kan ik snel terug joinen naar Don Butt bij wie we in de sessie zitten. Dus je moet iemand joinen in een andere sessie. Als je heel even het beeld krijgt dat hij wil gaan joinen, dan join je gelijk terug naar degene bij wie je in de sessie zit. En dan krijg je dit als resultaat. Dan krijg je dus dat. Dan worden de huiden gedupliceerd. En niet één, niet twee, niet drie. Nee, tientallen. Echt waar. En dat kan echt wel eens oplopen tot misschien nog wel meer. Dus hoe langer jij, hoe vaker jij dupliceert, hoe meer je er krijgt. Het is echt belachelijk. Oké, nou, ik krijg wel een foutmelding dat ik iemand wilde joinen. Maakt niet uit. Dit zijn al mijn huiden. En die kan ik gewoon verkopen. Ik kan gewoon die huiden pakken. Kan ik gewoon verkopen. Ik zit hier bij een Valentine, vlak bij de slager. Dus het is even heen en weer lopen. Ja, als je een perfect skin hebt, dan zou die $6... wat was dat ook weer? $6.20, $6.50 opleveren of zo. Nou, volgens mij zal dit zal $3 zoveel opleveren of zo. Zoiets zal het zijn. Maar wel lekker. En makkelijk, gasten. Echt serieus. Super makkelijk. Met een PlayStation is het helemaal makkelijk. Hè? Dan is dubbel tap, PlayStation button. En dan ga je gewoon terug naar de community. Join je iemand in een andere sessie. Op het moment dat hij begint te joinen, hè, dus dat het beeld zwart-wit wordt, dan doe je dubbel tap en dan doe je er weer gelijk nog eentje. En dan join je weer terug naar degene bij wie je in de sessie zit. En dan zal hij dus ook de melding geven, you're already a member of this session. En dan loop je de stal uit, is het gedupliceerd. Ja, gasten, deze is echt rete simpel. Er is er nog eentje, daar heb je wel een vriend voor nodig bij jou in de sessie. Dan moet je panthers dupliceren. Of koekers of whatever. Dan moet je iets dupliceren en dan moet de vriend erbij blijven. En dan kan je die jij gedupliceerd hebt aan de vriend geven. En de vriend moet dan hetzelfde doen en dan weer jou geven. Ah, fijn. Daar zijn gisteren mijn maten heel druk mee geweest. En dat ging de hele avond fout. Ik denk, ik ga daar niet eens aan beginnen, joh. Ik ga daar niet eens aan beginnen. Nee, joh. Ik ga dat echt niet doen.
Oh, ik zal even een huidje achterop letten. Wacht, ik doe het gewoon nog een keer. Laat, pak even een huidje erbij. Je mag niet te ver de stal inlopen, gast. Als je te ver de stal inloopt, dan word je in het menu gezogen, hè, van de manager. Dus dan ga je de stal in. Wat je dan moet doen is even met je wapen in de rondte schieten. Dan kan je gewoon een huidje pakken. Oké, we lopen nog naar binnen. Doen nog een keertje. Oké, dus we lopen de dingen binnen, de stal binnen. Op het moment dat we de manager menu krijgen, dan gaan we dubbelklikken op de PlayStation knop. Komen we in de communities, gaan we dus iemand anders joinen. En op het moment dat het beeld verandert, joinen we gelijk weer terug. Oké? Ja, nu dubbelklik en joinen we weer terug naar Dombut. And you're already a member of the session. Nou, dat klopt. En dan lopen we eruit. Kijk of er nog meer huiden bij liggen. Kijk dan. Paard kan er niet eens overheen. Zoveel huiden liggen er. Ja, dit is lachen, gasten. Dit is echt super gaaf. Als je nu de politie achter je aankrijgt, dus als je nou investigating wanted krijgt, dan kan je dus bring een beetje om je heen te schieten. Dan krijg je de politie achter je aan. En dan kan je gewoon de stal inlopen. Kan je al die huiden aan de buitenkant leggen. Dus dan kan je ze veel makkelijker pakken. Nou, ik vond op een gegeven moment zelfs gasten in de sessie die me wel wilden helpen met de huiden verkopen. Ja, briljant. Briljant, gasten. Duik er nog even snel op. Misschien wordt hij vandaag wel gepatcht. Want Drox en zou er, als het goed is, vandaag nog een DLC'tje of een dingetje tegenaan gooien. Kijk, hier zie je het. Hier. Ga me gewoon helpen. Verkopen. Ah. Nou, zolang die werkt, zeg ik een hele leuke money glitch. Ik zeg Daddy Cool, signing out. Till next time. Happy duping, cowboys.